Welkom bij Wellness Tuinier. In dit instructiefilmpje nemen wij u mee hoe het PA-redox systeem, oftewel het chloorsysteem, werkt is wat op onze filterpallets gemonteerd is. Het PA-redox systeem wat u hier ziet is voorgemonteerd op de pallet. Bij de installatie van het zwembad of de plunspoel zullen wij altijd de instellingen voor u goed zetten. Dit systeem vraagt om een eenmalige instelling. Bijvoorbeeld, wat is de inhoud van het bad en welke waardes wilt u aanhouden? De juiste waardes die ingesteld worden, dat is dat de pH op 7,2 komt te staan en de RX-waarde op 700. Dat is eigenlijk het enigste wat u hoeft te onthouden. Zit de pH rond de 7,2 en de RX rond de 700, dan is de waterkwaliteit gewaarborgd. Als die waardes heel ver uit elkaar liggen, bijvoorbeeld 9,0 pH en 300 RX, dan zult u dat ook gelijk in het zwembadwater terugzien qua helderheid ervan. Wij stellen hem voor u in. Als daar ooit iets in gewijzigd moet worden, doe het alsjeblieft niet zelf, maar neem even contact met ons op. Vaak kunnen we dit al doen op afstand, door middel van videobellen. Als het echt moet, komen we bij u langs. Wat is dus belangrijk als u het filtervat gaat spoelen, dat u even kijkt naar wat is de pH-waarde en de RX-waarde. pH 7,2 plus minus en de RX 700. Wat u hier ziet, dat zijn de twee sensoren. Met de installatie van de filterpallet hebben wij dat al voor u geïnstalleerd. De sensoren die meten de waterkwaliteit van het water. Die wordt aan het systeem doorgegeven. Vervolgens gaat het systeem door middel van deze twee doseerpompen automatisch de juiste hoeveelheid chloor en zwavelzuur toevoegen aan het zwembadwater. Het is erg belangrijk dat de doseerpompen elk jaar hun onderhoud krijgen. Het is namelijk een luchtdicht gesloten systeem. De witte slangetjes die u ziet, die zullen dus elk jaar wel vervangen moeten worden. Wat u hier ziet is een kan zwavelzuur en een kan chloor. Zoals u ziet staan ze beide gescheiden van elkaar in een lekbak. Het is belangrijk dat deze kannen vernieuwd worden als ze leeg raken, omdat het systeem daar dus de juiste hoeveelheid chloor en of zwavelzuur uithaalt. Dat zijn dus de slangetjes die u hier ziet lopen richting het systeem. Dit was de uitleg over het PA-redox systeem, oftewel het chloorsysteem. Als u aan de hand van dit instructiefilmpje nog vragen heeft, dan kunt u ons altijd bereiken op telefoonnummer 0180 55 46 66. Indien u het fijner vindt om een mailtje te sturen, dan kan dat ook naar service@wellnesstuinier.nl. Bedankt voor het kijken.